We zitten midden in een heerlijke tv-week. De humor druipt deze dagen van de buis af. Neem nou die weergaloze sketch van Sander de Kramer. Bij Pauw vertelde de KRO-presentator over zijn heldendaad. Kijk even. Het lijkt wel alsof ze om hulp zwaaien. En een jongen drijft af. Ja, ik ga er wel in anders, jongens. Ja, ik ga er wel in. Hier heb je zender. Ik ga die gozer redden, jongens. Hey, de groeten. Maar het wordt nog beter. Want zo stelde Pauw terecht, die drenkeling die droeg toch gewoon een reddingsvest. Nou, dat zat volgens Sander toch net even anders. Ik heb er een meegenomen. Hier betalen ze €100 voor. Dit is gewoon aan de mensen, een opblaasvestje is dit, hè? Ja, dit is. En vaak zit het ook helemaal niet goed. Soms is alleen het kraagje opgeblazen. En de volwassen vest, daar wordt €150 voor gevraagd. Ja, hilarisch. Sander is onderweg naar de studio even langs de Intertoys gereden. Want dit zwemvest droeg de drenkeling echt. En heel veel veiliger wordt het niet. Henny Vrienten dan, hij is terug. De middelbare hippie heeft weer een vrolijk liedje gemaakt over, juist, de vluchtelingen. Hadden we allemaal gemist als we zo xenofoob zouden zijn als er nu nog een aantal mensen in Nederland is. Het tij keert gelukkig. Maar goed. Even iets verschilligs, Henny. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dit een kutlied. Zij maken zich namelijk wel zorgen. En dat zijn volgens jou dus zo'n 8 miljoen xenofoben. Je moet maar durven. Wat je ook moet durven is om Peter Erdemond te snoeren. Hero Brinkman is terug van weg geweest. Maar nu echt. Natuurlijk wordt het politiek nooit meer wat met hem. Maar met zijn teksten bij Pauw zou je hem bijna gaan betalen voor tv-optredens. Ik vraag me wel eens af, ja. Hè? Peter die komt veel in dit soort programma's en heeft overal een mening over. En doet hij dat nou voor niets eigenlijk? Waarvoor zit je hier eigenlijk? Want je hebt ook maar gewoon... Word je hiervoor betaald? Is dat een vraag waar ik op... Maar geef nou eens gewoon een eerlijk antwoord. Word je hiervoor betaald? En zou daar iets op tegen zijn? Dus ja. Dus met andere woorden... Ik ben journalist. De Nederlandse overheid... Betaalt nog eens een keer de zurigheid van meneer De Vries. Ik wil heel graag doorgaan, want ik wil straks praten met een aantal mensen met wie ik ga praten over pesten. En dat is nog nou, wat anders. Hier, daar zit er een. Peter R. sloeg dicht en had er even niet van terug. Behalve dan deze tweet na de uitzending. Gisteren schoof Peter weer aan bij Pauw om toch nog even tekst en uitleg te geven. Er was wat ophef vandaag op Twitter over het feit dat jij je laat betalen voor televisieoptredens. Ja, Nederland was gisteren even in state of shock, want ik ben er tot nu toe altijd van beschuldigd dat ik uit pure ijdelheid in talkshows zit. Maar nu bleek er ook nog een financieel motief te zijn, dus daar schrok iedereen van. Maar het is een heel simpel verhaal. Ik ben een ZZP'er, een freelancer. Ik ben bij niemand in dienst, sta bij niemand op de payroll. En als ik gevraagd word door de Telegraaf om daar een column te schrijven, word ik daarvoor betaald. Als Panorama mij een reportage laat schrijven, word ik ervoor betaald. Bij Boulevard word ik betaald. En als jullie regelmatig een beroep op mij doen, dan stuur ik daar ook een factuurtje voor. Ach ja, geld betalen voor interviews. Ook wij doen er wel eens aan mee. U wilt eigenlijk geld voor het interview hebben, €250. Dus dat hebben wij hier voor u. 1, 2, 3, 4, 5. 5, alsjeblieft. €250. Dankjewel. Dit is voor mij een... ik ben een kleine zelfstandige. Dus ik moet, ik moet ook rondkomen. En dat doe ik onder andere op deze manier. Ik zeg altijd maar, de schilder komt ook niet voor niks. Tja, makkelijk verdiend. Dat dacht Volkert van der Graaf trouwens ook. Maar gelukkig hebben we allemaal kunnen zien wat een uitvreter het is. Nee, ik heb geen baan. Echt niet. Nee. Dat vind ik... Tot nu toe eigenlijk ook wel lekker rustig. Dus ik doe een beetje klusjes hier en daar.